Ja, het doet een beetje pijn aan haar ogen, maar na 500 dagen ziet Beatrice Flamini voor het eerst weer zonlicht. Anderhalf jaar woonde deze Spaanse vrouw in een grot, 70 meter onder de grond. Dat deed ze voor een onderzoek. Wetenschappers wilden weten wat er gebeurt als iemand zich heel lang en helemaal alleen afsluit van de rest van de wereld. Beatrice kon met niemand praten. Ze had geen horloge of telefoon bij en kon alleen informatie versturen via een laptop. Maar er kwamen nooit antwoorden op haar berichten. No es que el tiempo pase más rápido o más lento. Es que el tiempo no pasa porque siempre son las 4 de la mañana. Ze deed van alles om zich bezig te houden. Tekenen, schilderen, breien. Ze las 60 boeken en ze probeerde ook fit te blijven door veel te sporten. Wetenschappers staan versteld dat ze het zo lang heeft volgehouden. Al had ze soms ook moeilijke dagen. Ay, por Dios, qué día más tonto llevo hoy. Qué ganas de llorar todo el rato. Beatrice heeft 2 keer haar verjaardag in de grot gevierd. 2 keer kerstmis en 2 keer nieuwjaar. Helemaal in haar eentje. Maar dat vond ze niet zo erg. Pero es una pasada, tía. Es una pasada. Está siendo una verdadera pasada esto. Door het experiment heeft ze een nieuw wereldrecord. Hey, merci om te kijken. Maar ga je nu al weg? Ik heb hier nog veel meer video's voor jou. Of abonneer je op ons kanaal, dan mis je geen enkele video van Karrewiet.